De Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname, VPAS, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de drieling Mohammed, die op 20 juni 2018 is geboren. De stichting doet veel sociaal werk onder de vrouwen om hen te ondersteunen en zelfstandig te maken. Oud-voorzitter van de stichting, Ruud Weidenbos, zegt dat de stichting altijd op bezoek gaat als er een drieling geboren is. Vaak is dat in het ziekenhuis, maar bij deze drieling is het bezoek aan huis geweest. We kregen een hint, want normaliter zijn de drielingen bij Slans Hospitaal. We kregen een hint van er is weer een drieling. Yeah. En deze keer hebben jullie gekozen voor RK Ziekenhuis. Yeah, yeah. Dus we hebben voor u een ruiker gebracht. Mag ik u dit namens de stichting? Misschien kan moeder het... Dus namens de stichting. En wat we altijd doen, we hadden ook naar u gebeld. Ja. We hebben een financiële bijdrage van onze stichting voor u. Ik heb naar de namen gekeken hoor. U moet me corrigeren als ik het niet goed zeg. Nourani. Ja. Ja. Haroon. Ja. Ja. En Mohanoor. Mahenoor. Oké, okay, bijna goed. Alsjeblieft. Okay, dit is dus ook van onze stichting. En de kindertjes. Weidenbos zegt verder dat de baby's een zegen van God zijn. In vele gevallen, wanneer de stichting het nieuws krijgt dat er een drieling geboren is, liggen de baby's nog in de couveuse. Moeder Sabrina Mohammed zegt dat de baby's, 2 jongens en 1 meisje, wel in de couveuse hebben gelegen, maar niet lang. Ik was al thuis, op mijn 7e dag toen ik was opgenomen, was ik al dan zondag. Maandag was ik opgenomen, op woensdag geopereerd, zondag ben ik thuis gekomen. En dan ben ik 5 dagen kinderen gaan bezoeken van huis uit. En dan op vrijdag zijn ze met me thuis. Ja. Want ik wou alle drie samen. Ik kon deze 2 jongens wel brengen met me, maar ik wou mijn meisje ook samen toch? Want ik weet dat er andere, trouwens het kan niet anders hè, dat andere gezinnen ervoor gekozen hebben om 1 kindje achter te laten. Ze konden niet anders, weet u, maar bij u is dat, is dat niet zo. Dus we begrijpen ook dat van de overheid, we hebben hard ervoor gevochten dat de overheid elke drieling ondersteunt. Ik weet niet of u al wat van de overheid gehoord heeft, ik weet niet of u al een envelop gezien hebt. Nee, ik ben wel naar de sociale zaken gegaan en ze hebben me gezegd ik moet nog wachten, want de stukken zijn ingediend. Pas dinsdag is het ingediend en dan gaan ze me bellen, want ze zeggen al deze 3 kinderen gaan per kwartaal, dus 5 jaren lang gaan ze wel wat bedragen krijgen van de overheid. Moeder Sabrina Mohammed van de op 20 juni geboren drieling. Zij sprak vanmorgen tijdens het bezoek dat de Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname aan de drieling heeft gebracht.